De commissie voorlichting verkiezingen 2020 van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de voorlichtingscampagne van de verkiezingen 2020 gelanceerd. Dat gebeurde gisteren in de congreszaal. Bij de lancering werden het logo, de slogan en het verkiezingslied gepresenteerd. Minister Mike Noor-Salim van Binnenlandse Zaken gaf aan dat er veel werk is verzet om de burgers te bereiken. Er zijn speciale programma's opgezet voor de first- en second-time voters. Daarnaast zijn de voorbereidingen met betrekking tot de moeilijk bereikbare plaatsen en voor mensen met een beperking in volle gang. Daarnaast wordt veel kracht ingezet om onder andere middels pre-publicity de kiezers optimaal te bereiken. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van de mogelijkheden die ICT biedt. Via de CBB-website is het mogelijk om persoonsgegevens te controleren en te activeren. Ook van Facebook wordt er volop gebruik gemaakt. Was het zo dat in 2015 ongeveer 75% van het electoraat heeft deelgenomen aan de verkiezingen, het streven om 25 mei 2020 is om dat percentage voorbij te streven. En ik heb er alle vertrouwen in dat, mits er hard gewerkt wordt, wij dat streven ruim zullen halen. Dat was dus Mike Noor-Salim, minister van Binnenlandse Zaken. DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons drukte de commissie voorlichting op het hart om ook te werken aan een vredige sfeer op 25 mei 2020. Ze wil zoveel mogelijk spanning tussen aanhangers van de verschillende partijen voorkomen. Omdat er tijden zijn in elk land, en ik denk dat we in dit verkiezingsjaar daarnaar kijken, waar de gebruikelijke tegenstellingen zo mogelijk nog hoger oplopen. Maar na de verkiezingen moet Suriname samen verder. En dat betekent dat we het voorbeeld niet moeten volgen van andere landen waar we zien dat burgers uiteindelijk niet vredelievend met elkaar zijn geweest. Suriname heeft een naam hoog te houden en ik vraag de voorlichters om daar ook de nadruk op te leggen in de voorlichting naar onze bevolking, ook in deze verkiezingen. We zijn niet alleen op die film één, we moeten ook in de praktijk dat doen waar we zo goed in zijn geslaagd tot nu toe, ondanks waar andere mensen over praten, dat we met zoveel verschillende groepen zijn. We hebben het toch kunnen doen, ook tijdens verkiezingen. Aldus DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons. Ze sprak gisteravond in de congreszaal bij de launch van de voorlichtingscampagne van de verkiezingen 2020.